En het is niet gelukt om de toerismewet in 2022 door de Nationale Assemblee te krijgen. Minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme zegt dat de wet slechts door de eerste ronde binnen het parlement is gekomen. Maar goede hoop heeft dat de toerismewet voor eind januari zal worden aangenomen. Voor zowel de toerismeraamwet als de toerismeautoriteit, dat we deze werkarm ook kunnen gaan inzetten voor de verdere ontwikkeling van het toerisme. We verkijken ons veelal misschien van, DCT heeft een directoraat toerisme. Wat doet het directoraat? Van hieruit wordt het beleid uitgestippeld, maar je moet ook gaan operationaliseren. Standaarden in stelling gaan brengen. Wat zijn orde, wat zijn hotels, wat zijn resorts. Ook deel van, orde in het binnenland. Hoe ga je ze allemaal klassificeren? Dus dat zijn zaken die heel goed geoperationaliseerd moeten worden. Maar sterker nog, hoe gaan we Suriname toeristisch op de wereldkaart zetten? Hoe gaan we onszelf branden? Het zijn ook vraagstukken, zeker valide vraagstukken, die ook richting dit jaar, dat wij die gaan moeten, die gaan uitgerold moeten worden. Suriname heeft nog een lange weg te gaan op het gebied van toerismeontwikkeling. Maar juist daarom moeten wij in deze sector blijven investeren, zegt Jubitana. Maar we moeten onze economie ook nu, we moeten ook andere sectoren gaan boosten, zodat we meer inkomsten kunnen genereren. Toerisme is er één van. En wij moeten met z'n allen daarin ook onze energie in gaan stoppen. Randvoorwaarden die we in place moeten hebben, Suriname schoonhouden. Ik heb het tijdens een van mijn, tijdens de eerste ronde, bij de behandeling van de wet, heb ik dus aangegeven dat we niet in het buitenland bang moeten zijn om op de grond te spugen. En wanneer we hier in ons land zijn, dan zijn we plotseling een ander soort mens geworden. Dan wij, je omgeving schoonhouden, is iets dat we voor onszelf hoog moeten houden. En de overheid moet natuurlijk heeft daarin ook een rol te vervullen dat de faciliteiten er zijn. En daarin moeten we meer gaan investeren, ja. Samen met het ministerie van OW. Ook veiligheid voor Suriname is een aandachtspunt. Want uiteindelijk willen toeristen gaan naar het binnenland en ze moeten zich veilig voelen. Of in de binnenstad lopen, moeten ze zich veilig voelen. Dus daar moet het gezamenlijk beleid op gebaseerd zijn. De verschillende randvoorwaarden die ervoor zorgen dat een land als Suriname toeristisch aantrekkelijker wordt voor buitenlanders, moeten in orde gemaakt worden. Wat de focus van het ministerie zal zijn in dit nieuwe jaar.